Ik heb het ook altijd over liefdevol negeren. En vragen mensen, hoe doe je dat dan? Ik zeg, ja, liefdevol negeren. Dat je iemand, je negeert het, maar je niet op een haatdragende manier, want het kost veel meer energie. En liefdevol negeren heeft meer te maken met loslaten. Dus je verlegt zelf niet je eigen grens of dat je met jezelf laat zollen of zo. Maar als je die ander liefdevol kunt negeren waar jij moeite mee hebt, dan kost dat gewoon veel minder energie. En dan kun je jezelf blijven en je eigen grens blijven aangeven. En dat als ik iemand liefdevol negeer, dan voel ik me daar rustiger onder. Dat ik denk van, wat is dit voor een poffertjesborum die voorbij komt, weet je wel. Als je dat op een liefdevolle manier kunt doen. En niet om zoete koekjes te bakken, maar gewoon voor jezelf. Ik ben een liefdevol mens. Ik wil vanuit een liefdevolle blik de wereld instappen. Dat kan alleen maar als ik dus vanuit die liefde, vanuit die warmte en voor jezelf en voor de ander, op die manier de wereld instapt. Dus, en wat is er goed in deze wereld? Ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat ook willen. Die gewoon gelukkig willen zijn en geen gekkigheid en geen oorlog en gewoon vrede en rust. En rust staat voor mij dan voor dat je gewoon jezelf kunt zijn en in verbinding met jezelf en met de ander.